Ja, goedemiddag allemaal. Welkom thuis, welkom bij mijn filmpje. Het zal deze keer gaan over zaaien en oogsten. En ja, wat daar nou voor in de Bijbel staat. Nou, het eerste is belangrijk is dat je gaat zaaien met de kracht van de Heilige Geest. Want anders ben je dode werken aan het doen. Dus op het moment dat jij het niet met de kracht van de Heilige Geest doet, ben jij dode werken aan het doen. Nou, daarom is het belangrijk om te weten hoe jij de Heilige Geest krijgt. En dat is de wedergeboorte. Dan ben je geestelijk opnieuw geboren, dus dan krijg je de Heilige Geest in je. En dat is op het moment dat jij met heel je hart uitspreekt dat Jezus jouw Heer is en jouw persoonlijke redder en verlosser. Dan ben jij opnieuw geboren, want dan krijg jij sowieso de Heilige Geest in je. Dan krijg je een nieuwe geest in je en dan ben je opnieuw geboren. En dan zou je het loon ook kunnen ontvangen in de hemel. Want alleen als je opnieuw geboren wordt, dan pas kan je het Koninkrijk van God binnengaan. Dan kan je in de hemel dus komen en kan jij dus ook je loon ontvangen. Nou, dat loon krijg jij van al je levende werken. En dat zijn levende werken is op het moment dat jij het met de kracht van de Heilige Geest doet. Want dan doet God het door je heen. En daar zal je loon van ontvangen. Nou, ik zou graag eerst even naar Matteüs 25 willen. Want dan gaat het over de talenten en gaven. En dat is even kijken, Matteüs 25 is dat. Ik moet even opzoeken. En daarin staat even het enige, want er is een verschil tussen talenten en gaven. Want talenten, dat kan iedereen krijgen. Bijvoorbeeld, ik heb het talent dat ik goed in voetballen ben. Of ik heb het talent dat ik goed in muziek ben. Ik noem maar iets. Of je hebt een talent dat je goed kan autorijden. Ik noem maar iets. Een talent is, vanaf vers 14, Matteüs 25 vanaf vers 14, iedereen krijgt talenten. Want het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. En de een gaf hij 5 talenten, de ander 2 en de ander 1. Nou, zoals je hier ziet, gaat het om slaven. Nou, slaven in de Bijbel, dat heb ik eens een keer eerder uitgelegd, het verschil tussen slaaf en vrij. Een slaaf ben je op het moment dat jij niet opnieuw geboren bent. Dan ben je een slaaf. Met andere woorden, dan krijg je talenten. Nou, dat klopt ook, want op het moment dat jij geboren wordt, natuurlijk gezien, dus nog niet de geestelijke, dan krijg je ook talenten. Dus iedereen krijgt talenten. Maar als jij geestelijk opnieuw geboren wordt, dan krijg je 1 Korinthe 12 gaven van de Heilige Geest. Nou, de Heer Jezus geeft de bediening, maar de kracht en de gaven om het werk te doen wat de Heer Jezus voor jou klaar heeft leggen, waar je dus ook loon van kan ontvangen, dat is die kracht en die gave krijg je van de Heilige Geest. Nou, en dat kan je pas krijgen op het moment dat je opnieuw geboren bent. Nou, dan gaan we even naar Galaten 6, vanaf vers 7. Want daarin staat iets heel belangrijks. Want hier staat, dwaalt niet, God, de Heere God, laat niet met zich spotten. Want een mens zaait, want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, let op, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Dan ga ik eerst even uitleggen wat dan vlees is. Nou, op het moment dat jij natuurlijk geboren wordt, dus als je een baby wordt, dan word jij zonde geboren. En jouw vlees, dat is uit op zonde. Dus op het moment dat jij iets vanuit jezelf doet, vanuit je eigen ikkie, dan ben je eigenlijk vanuit het vlees aan het zaaien. Dan kan je nog goede bedoelingen hebben, maar op het moment dat je het vanuit je eigen ikkie doet, dan ben je eigenlijk dode werken aan het doen. Nou, dan gaan we even verder. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Dus echt verderf. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Dus op het moment dat wij het vanuit de geest doen, ja, dan gaan we wel levende werken oogsten. Dan gaan we echt het eeuwige leven zelfs oogsten. Laten wij niet moede worden goed te doen. Dus laten wij niet moe worden om het goede te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten. Als wij niet verslappen. Dus ook al ben je best lang al vanuit de geest aan het werk, want heel veel mensen moeten heel lang blijven staan om vanuit je wedergeboorte ook het goede te doen. En dat is soms best pittig, want in deze wereld worden de opnieuw geboren mensen worden best onderdrukt.
En wordt best vaak naar gekeken van, hey, nou, wat doe je allemaal? En klopt het allemaal wel? Of wat zit je te praten met je geestelijke wereld? Maar die geestelijke wereld wordt pas echt op het moment dat jij opnieuw geboren wordt. En dat is soms best lastig om aan iemand uit te leggen die dat nog niet is. En dat staat ook in de Bijbel, Johannes 3. Op het moment dat jij dat nog niet bent, dan kan je het ook niet zien. En dat is voor een opnieuw geboren mens is dat heel lastig. Dus met deze filmpjes probeer ik ook een stem te geven aan die wedergeboren mensen. Zodat, om daar ook steun te krijgen, blijf staan. Blijf staan en je loon zal in de hemel groot zijn. En er zullen nog veel mensen zullen spijt hebben dat ze niet naar je geluisterd hebben. Dus veel mensen zullen daar spijt van hebben. En laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor ons allen, maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten. Nou, daarom zeg ik ook, doe ik er ook een oproep, alle wederom geboren mensen, ik sta achter je. Want je doet het goede, je bent op de goede weg, op de smalle weg. En daar gaan we straks ook nog even naartoe. Want de smalle weg, die leidt tot het leven. En de brede weg, naar het verderf. En dezelfde verderf staat ook in Galaten 7. Maar geloofsgenoten, dat ben je op het moment dat jij een broeder van elkaar bent. Op het moment dat ik een opnieuw geboren mens zie lijden, dan ben ik verplicht om hem te helpen. Om een brood te geven. Om wat nog meer te doen. Want dat vraagt God van me. Want de geest, op het moment dat de geest zaait, soms heb je wel eens dat iets 10, 20 keer terugkomt. Bijvoorbeeld, ik krijg 10, 20 keer op mijn hart om iemand een brood te geven of iemand te helpen of mijn hulp aan te bieden. Nou, dan is het van de geest. Als het 10, 20 keer terugkomt, dan is het van de geest en dan wil God eigenlijk dat je het gaat doen. Dus op het moment dat jij misschien 10 keer in gedachten krijgt dat je gaat stoppen met werken, dan kan het heel goed zijn dat God wil dat jij dat doet. Want God heeft dan misschien wel iets beters voor je. Of, er kan er nog veel meer voorbeelden zijn. Daar kom ik straks later ook op terug. Maar we gaan even naar Matteüs 7, vers 13, want dan gaat het over de enge poort. En dat is een best heftig stuk. Want vanaf vers 7, vanaf vers 13, gaat in door de enge poort, want wijd, dus groot is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. Want veel mensen doen het vanuit hun eigen ikkie en van hun eigen vlees. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Nou, dat klopt ook wel, want wij opnieuw geboren mensen, die staan vaak best eenzaam, op eenzame hoogte. En veel mensen begrijpen je niet. Dus dat is best lastig. Aan de andere kant wordt je met het woord bemoedigd. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En het klopt ook, en weinigen zijn er, staat al geschreven, die hem vinden. Nou, en dan vanaf vers 19, of vanaf 18, sorry. En een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijn vaders. Die in de hemelen is. Velen zullen ten die dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? En in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, en dat zegt de Heere God dan, ik heb u niet nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. En tegen wie gaat God dit zeggen? Dat is tegen de mensen die het vanuit hun eigen ikkie doen. Vanuit hun eigen vlees. Op het moment dat jij gaat zeggen, ik ben van de Heere, maar op het moment dat jij nog niet opnieuw geboren bent, dan doe jij dat van je eigen ikkie. En dan kun je wel zeggen, Heere, Heere, maar het heeft dan geen impact, want de Heilige Geest kan alleen overtuigen. Alleen, je werk kan alleen maar overtuigd worden door de kracht van de Heilige Geest. Want mijn eigen ikkie kan het niet. Mijn eigen ikkie, die is niks waard. Nee, alleen op het moment dat God het door je heen doet, dan heeft het kracht en dan heeft het power en dan zal het vruchten voortbrengen. Alleen dan, niet door jezelf, maar door God door je heen. En dat is heel belangrijk. Ja, dan wou ik jullie nog één ding meegeven. En dat is dat je zelf naar God vraagt om te vragen of wat jij mag zaaien voor God. En God kan alles vragen van je. Bijvoorbeeld spullen, tijd en geld.
En nu weet ik dat het een gevoelig onderwerp is. Maar juist hetgene waar jij nog aan vastzit, dat is vaak wat God nog aan je vraagt. Want God is ook een jaloers God. Nou, maar God belooft wel in zijn woord dat hij alles honderdvoudig zal teruggeven. Want Petrus en zijn discipelen hebben ook alles achtergelaten om de Heer Jezus te volgen. Nou, van in Markus 10 vers 28 vraagt Petrus ook aan de Heer, zijn er nog dingen? Ja, nee, we zullen het gaan lezen. Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Jezus zeide, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mij, om het evangelie. Of hij ontvangt het honderdvoudig terug, nu in deze tijd en in de toekomende eeuw. Dus, je loon in de hemel zal dan hoog zijn, maar dan moet je er eerst wel komen. Dus moet je wel eerst opnieuw geboren worden. Nou, dit wou ik jullie nog meegeven en veel zegen.